Hoger loon betekent hogere inflatie. Ik wil niet dat mijn boodschappen stijgen door een verhoging van het minimumloon. En ons minimumloon is Europees gezien al heel hoog. Veel gehoorde uitspraken wanneer wij beginnen over het verhogen van het wettelijk minimumloon naar 16 euro per uur. Maar hoe zit het nou eigenlijk en hoe groot zal de daadwerkelijke impact zijn? Laten we beginnen met de vergelijkingen in andere landen. Pieter Omtzigt zei laatst in het verkiezingsdebat dat ons minimumloon Europees gezien hoog is. En dat als ons minimumloon twee keer zo hoog zou zijn als dat van Spanje, we een zwaar probleem zouden hebben. Maar eigenlijk is het heel raar om naar de internationale concurrentie te kijken voor het minimumloon. Want wie werkt er nou precies voor het minimumloon? Slechts 14% werkt voor sectoren met veel internationale concurrentie. En dat terwijl meer dan twee keer zoveel mensen werken in sectoren die totaal niet concurreren met het buitenland. Want hoe concurreert de bakker op de hoek of het café in de straat met de empanadaverkoper in Barcelona of de tapasbar in Madrid? En voor de mensen achterin, een laag minimumloon betekent dus niet dat het beter met je gaat. Kijk maar even hoeveel keer hoger ons loon is ten opzichte van andere landen. Ben je nu wat wijzer over hoeveel beter het met Nederland gaat ten opzichte van deze landen? Nee hè, de absolute hoogte van je minimumloon zegt dus niet zoveel. Daarom kijken economen naar je minimumloon in verhouding tot het doorsnee, oftewel het mediane loon. En in die vergelijking deden we het vroeger best wel goed. In het jaar 2000 waren we nummer 4 van de OESO-landen. Maar na een jarenlange daling zijn we in 2021 naar positie 16 gekukeld. En oh ja, klopt het dat een minimumloon dat twee keer zo hoog is als het Spaanse hiervoor problemen zorgt? In het verleden in elk geval nooit. En toen in 2008 de financiële crisis uitbrak en ons minimumloon twee keer zo hoog was als die in Spanje, steeg de werkloosheid in Spanje veel harder. En dan de opmerking die men vaak maakt over de stijging van de prijzen. Zoals deze greep van comments op onze socials. Maar hoeveel stijgen de kosten nou eigenlijk als het minimumloon 16 euro wordt? Hier komt-ie. Hou je vast. Nou ja, helemaal niet zoveel. Als het minimumloon stijgt met 20,6%, en dat is dus genoeg voor 16 euro per uur, dan stijgen de prijzen met minder dan 0,5%. Niet echt een loonprijsspiraal dus. En dan naar de bedrijven. Die zeggen dat ze zo'n hoge minimumloonstijging niet kunnen betalen. Maar zelfs met de verhogingen van afgelopen jaar zijn de minimumloonsverhogingen heel beperkt. Sinds 2015 is het minimumloon maar met 33% gestegen. Dat terwijl in veel Europese landen het percentage veel hoger ligt. Met in Litouwen zelfs een stijging van 180%. Daarnaast liggen de winsten ook enorm hoog. En dit geldt ook voor het MKB. Heb jij nog vragen over dit onderwerp? Drop ze dan in de comments en deel uiteraard deze video.